Hartelijk welkom bij CIO TV, mogelijk gemaakt door NIIT. En ik zit hier met Arthur Govaert, de voorzitter van het CIO-platform Nederland. En ook gewoon CIO van het Radboud Ziekenhuis. En daar gaan we over die twee dingen gaan we even praten. Arthur, je hebt net eventjes de 1000 man toegesproken. Ja, prachtig. En wat heb je ze nou eigenlijk meegegeven? Wat was jouw duidelijke boodschap wat die mannen en vrouwen in de zaal moesten doen? Nou, ik had een prangend statement. Innovation is easy, it's all about implementation. Ja, executie. Nou, niet zozeer executie. Kijk, natuurlijk, innovatie is een moeilijke agenda, maar iedereen is aan het praten over innovatie. We hebben ook nagedacht hoe we dat laten landen in onze businesses. Ja, kunnen we al die digital fantastische oplossingen echt werkzaam laten maken? Zijn mensen in staat om dat te adopteren in hun werkomgeving? Ja. Kunnen we echt, terwijl we op papier weten dat het waarde creëert, kunnen we het echt ook waarde doen geven als we het echt implementeren. Ja, want innovatie mislukt zeg maar 8 van de 10 keer. Anders ben je niet aan het innoveren, ben je alleen maar aan het optimaliseren. Dus wat voor een opvatting heeft dat platform daar eigenlijk over? Daar had je nu een aantal lessen voor gedeeld met elkaar. Wat zijn jouw voornaamste lessen? Nou, jouw statement, je moet vooral heel goed testen, proberen en falen in een gezonde manier. Ja. Dat moet zeker gebeuren. En daarom heb je een mode 1 en mode 2 operatie. Ja. Maar als je dan denkt van nou, dit is het. En mode 1 is? Is gewoon de grote plannen nog. Ja, en gewoon gestructureerde levering. Maar mode 2 is vooral innoveren, proberen, korte sprints leveren en dat soort zaken. En moet dat aan de edge gebeuren of mag dat ook in de core tegenwoordig? Want vroeger was het altijd, mag alleen maar aan de grens een beetje innoveren. Je mag nu ook echt dingen doen. Dus in mijn speech ook, het wordt hybrid. Hè, dus je gaat grote programma's ook in sprints opleveren. En je gaat kleine ontwikkelingen en innovatie ook in sprints opleveren. Maar het feit dat je in korte minimal viable products gaat leveren. Ja, dat dan gewoon echt de grote enterprises nu dat soort termen allemaal overnemen van de start-up. Het is echt gewoon van de minimal viable product in een enterprise. Ja, mooi hè? Eerst gewoon een step, want dan breng je ook van A tot B. Ja, dus je bent van agile nu ook naar minimal viable product gegaan. En daar, hebben jullie ook als platform een systematiek voor ontwikkeld om dat met elkaar te verzinnen? Ja, dus de systematiek is gewoon delen. Hè. We delen heel veel informatie en dat doen we door op bezoek te komen bij de collega CIO's. Of bij een Rijkswaterstaat, of bij een Vopak, of bij een Shell, dat maakt allemaal niet uit. Of een gemeente, of een Radboud UMC. Daar horen en zien we wat er gebeurt. Maar we hebben ook in de verschillende gelederen van onze organisatie, mensen die bij elkaar komen, HR-managers zelfs, die over agile organisaties praten. Okay. Of security experts. Of hoeveel evenementen hebben jullie per jaar? Nou, ik denk wel een stuk of 10, 20. 10, 20, oké. Okay. Ja. En wie mag er lid worden? Ja, een enthousiaste CIO, laten we dat zo zeggen. Dus je moet CIO in je titel hebben? Of mag je ook hoofd ICT heten? Of mag je ook... Er zijn natuurlijk... Een ballotagecommissie? Nou ja, goed. Er zijn een bepaalde regels waarvoor we zeggen, ja, dat past wel en dat past niet. Ja. Dus als je van een heel klein winkeltje de CIO bent, dan is het waarschijnlijk niet een goed idee. Ja, maar we zijn niet zo dat al multibillion met een 400 gelukkig. Million... Gelukkig, omzet. Want er zijn echt... Gisteren kwam ik iemand tegen die had bij Heineken als CIO geweest. En nu zit hij bij een klein 25 mensen bedrijf. Ja. En hij is bezig om allerlei security processen te optimaliseren. Vind ik juist heel leuk dat mensen dat soort dingen doen. Hoeveel leden hebben jullie? We hebben nu bijna 120 leden. 120 leden, oké. Dus dan als je ziet hoeveel mensen in de zaal zitten, dan kan er nog wel wat goed worden. Wat grotere en dus... serieuzere en professionelere. Nou ja, die echt impact maken. Of het nou van start-up naar groot is of van groot naar agile. Dan misschien zouden we maximaal 200, 250 en dan heb je... Heb het voor Nederland wel gehad? Wel gehad, oké. Okay. Hey, en hoe is het met de rol van de CIO? Van in plaats dat het veel meer van ICT-bezemkasten naar... belangrijke innovatie in het bedrijf die met het product te maken heeft. En niet alleen maar met processen eromheen. Nee, dat is een uitstekende vraag. En ook dat gedoe over wat is nou een CDO, een CIO. Ja. Volgens mij dat is ontwikkeld en bedacht en verzonnen in Nederland. Want als ik buiten Nederland kijk en als ik executive firms spreek, dan hebben ze alleen maar over CIO. Maar het is natuurlijk wel zo, hè, die CIO van die bezemkast waar je het over had. Ja. Dat is wel vandaag de CIO die met de board en met zijn business peers moet praten over digitale strategie. Ja, en ik vind het ook echt heel belangrijk dat hij
Dat die splitsing tussen enerzijds gewoon het beheren van de werkstations en de basisadministratie. En aan de andere kant die innovatie die echt nu veel dieper gaat, dat het verder gaat. Nou, laten we dan even praten over jouw eigen ding. Bij Radboud doe je daar ook iets unieks. Radboud UMC, vergeet dat niet. Radboud, we doen ziekenhuis en onderwijs en onderzoek. Is allemaal heel. Nee, hoe groot is de organisatie eigenlijk, Radboud UMC? Nou, ergens, als je mensen telt, tussen de 10.000 en 15.000 mensen. Ja. Dat is enorm op een campus. Ja. Ja, en dat doet dan dus, wat ik zeg, de gewone bedrijf. Research, onderwijs en heel veel ziekenhuis. Ja, en hele belangrijke dingen, want mijn broer wordt vandaag geopereerd aan zijn retina. Retina is afgebroken en de gele vlek zweeft in zijn oog door. Ja. En die moet met kleine laser. Robotlasers moet dat dan nu weer. Dus hij is nu goed. Bezig om geopereerd te worden bij jouw ziekenhuis. Hopelijk, bij ons? Bij jou, ja. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Daar, ja, dus, echt wel weer emotioneel. Maar echt hele emotionele producten heb je eigenlijk gewoon. Ja, je hebt mensen die hele emotionele behandelingen ondergaan. En hoe die er te doen. Die dat te doen. Ja. Ja, mijn zus is ook bezig met zo'n harnas om weer beter te kunnen gaan lopen. En zo. Ja, het zijn echt dingen die heel veel kunnen doen. Maar oneindig veel mogelijkheden. Ja. En oneindig veel kosten ook potentieel. Mm. En er is ook heel veel richtingen van innovatie. Hoe combineer jij dat? Hoe maak je daar selecties in? Ja, dat is een hele goede vraag. En het mooie van waar ik werk is dat alles is IT-technologie. Alles kan je digitaliseren. Dus of het dan research is of de verschillende aspecten in het ziekenhuis. Ja. Ja, of met de patiënt bezig zijn. En OT-IT komt daar echt samen in een nieuwe digitale transformatie. Het leuke van dit vak is dat er nog zoveel te doen is. Ja, echt enorm. Ja. Het lastige is natuurlijk... Keuzes maken. Ja, keuzes maken. Lijkt me heel mooi. En jij hebt dan ook nog zo... Je hebt Van Engelen, zeg maar, die bij jou zit. Ja. En jij, en jullie hebben dan... Hij heeft een innovatiewinkeltje. En jij doet er overal van... Ik heb een beetje een video gezien dat je dat... Je probeerde te duiden hoe je dat combineert. Ja. Maar dat is ook complex. En wat is dan complex? Nou, het is complex hoe jullie twee innovatievoertuigen. Hij deed de speedbootjes en jij doet de grote schepen en zo. Dat klinkt dan simpel, maar die zijn natuurlijk ook gewoon voortdurend met dezelfde dingen bezig. Nou, dat is niet hetzelfde. Dus Lucien was, en die gaat per 1 januari weg, die was bezig van nulletjes. Hij heeft uitgehouden. Ja, hij heeft heel lang goede dingen gedaan. Ja. Heel veel dingen maakt hij van 0 tot 1. Mm-hmm. Ja, en ik pak de eentjes op. Niet alleen uit zijn winkeltje, maar uit allerlei soorten winkels. Ja. Ik probeer van 1 echt een productieve oplossing te maken. Ja. En daarom was mijn opening speech vandaag. Ja, al die innovatie komt op ons af. Je kan dus bijna van de planken trekken. Maar hoe gaan we het allemaal van waarde maken? Hoe gaan we het waarde voor de dokters maken? Voor de verpleging? Voor researchers? Voor de patiënten? Ja, en heel dat veel vragen. Ja. Ja, heel veel vragen. En heb je het idee dat je daar nu zo echt een beetje wel je weg mee gevonden hebt? Ja, ik samen met mijn team. En ik heb een fantastisch team. We heten trouwens niet meer ICT, want we heten informatiemanagement. Want we zijn met andere dingen bezig. Hè, waarde creëren. Vroeger was het ook altijd informatiemanagement. Ja. Hè? Dus het was vroeger al informatiemanagement. Toen ging je naar ICT, nou weer terug. Ja. Omdat je inderdaad echt zegt van het zijn eigenlijk informatieprocessen. Ja, het is informatievoorziening. Hè? Ja, informatievoorziening, ja, maar ook mooier, processen. Maar dat digital. Komt misschien nog wel. Ja, de digital transformation. Nou ja, bij jullie is dat behoorlijk onderweg. Ja. Ben je tevreden over dit jaar? Gaat het de goede kant uit? Ja, ik ben heel tevreden. Alleen de business van zorg, zal ik het daar even over hebben. Ja, dat is natuurlijk een lastig. Hè? Want ik heb hiervoor 50 jaar in de industrie gezeten. Als ik een nieuw pot pindakaas maakte, had ik ook nieuwe klanten. Ja. Maar helaas kunnen we niet nieuwe klanten krijgen. Want we zitten natuurlijk vast in het hele zorgstelsel met plafonds en afspraken. Dus we kunnen... Nee, wacht even. Je zit qua omzet vol. Ja. Qua klanten heb jij oneindig veel mogelijkheden. En ook qua producten heb je oneindig veel mogelijkheden. Alleen je kunt niet meer makkelijk zeggen van... Nou heb ik ook 5 keer meer producten. Dan kan ik ook 20% meer omzet draaien. Precies. Dat lukt niet. Precies dat. Nee, dat is inderdaad... Ja. Dus dat betekent dus als je innoveert... Ja. Maar dat betekent toch ook wel dat de echte helft van die... er zit toch ook ongelooflijk veel te besparen mogelijkheden. Ja, want het is toch één, als jij uit de industrie komt... Dit is geen efficiënte bedrijfstak. Daar valt nog wat op te katten, Je geeft 50 miljard of 45 miljard uit. Ja. En als ik dan zie... Ik had één leuk voorbeeldje van een... in Amerika kost een bloedonderzoek ongeveer $199. Ja. In Nederland $11. Ja. Maar als je bij Siemens vraagt wat kost zo'n bloedonderzoek, dan is het 50 cent. Ja, dat is wel best. En dan moeten er nog mensen omheen. En daar zitten nog factor 10 mogelijkheden om alles beter en efficiënter en te digitaliseren. Dus als je nou heel veel geld bespaart links, dan kun je nog een heleboel investeren. Ja, dat klopt. Ja. Maar we zijn allemaal schuldig, hè? Ook de patiënten. Oh.
Ja, want als je maar een klein pukkeltje op je hoofd hebt, dan ren je tegenwoordig naar de dokter. En dan moet allemaal geanalyseerd worden met een MRI-scan. En dan misschien ben jij de uitzondering. Ik denk dat er ook heel veel mannen zijn ben jij die mooi, dat niet mooi doen. Mens, Vincent. Dat vrouw, ja. Ja, er zijn ook mensen die te lang wachten. Ja. Maar de hoeveelheid demand op health en het ongeduld is groot. Ja. Wel een ongelooflijk boeiende taak. Hey, over heel Nederland, de CIO-wereld. Was het een goed jaar, 2018? Jazeker, omdat steeds meer die digitale agenda, digitale strategie zo belangrijk is. Om dat samen met de board te creëren, dat belangrijk is voor de toekomst van je business. Als jij als CIO nou niet je kans grijpt, dat alles open staat met alle techniek, ben je gewoon, moet je wegwezen. Nou ja, moet je wegwezen, dan moet je afvragen wat voor business ben je in. Ja? Of ligt dit aan jezelf? Dus dan moet je even goed nadenken. Ja. Goed nadenken over welk product moet ik over een paar jaar gaan voeden. Je moet daar niet gewoon alleen maar een beetje... Plannetjes maken of een beetje facilitair bezig zijn. Je moet echt gewoon in de diepte gaan van het product en de dienst. Ja, want digital is business, hè? Digital is gewoon nu business. Ja. Oké, met die boodschap, digital is business. Dat is voor alle CIO's gewoon de boodschap. Je moet niet meer aan de zijkant mogelijk maken. Je moet in de core gaan innoveren. Oké, dit was CIO TV. Mogelijk gemaakt door NIIT. En we zien uit om je de volgende keer weer te zien.